Bienvenue au cours de français. Aujourd'hui, nous faisons un peu de grammaire. Nous allons parler de l'adverbe et l'adjectif. Nous commençons par l'adverbe. L'adverbe en néerlandais geeft meer info over een woord, is een bijwoord. L'adverbe donne de l'info sur un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Un verbe is een werkwoord, un adjectif is een bijwoordelijk naamwoord. En un autre adverbe is een bijwoord. Un adverbe est aussi invariable. Dat wil zeggen dat de uitgang telkens dezelfde is. En wat is de uitgang? Dat gaan we hier zien. Exemple, il faut sérieusement organiser vos examens. Tu as clairement expliqué ton projet. Heureusement, il y a le conseil des élèves. We merken op dat un adverbe telkens eindigt op M-E-N-T in het Frans. Ik heb hier drie voorbeeldzinnen geschreven. Dus je ziet hier. Oui, le prof l'a clairement noté. Clairement zegt iets over noté. Noté is een werkwoord. Ja, kijk hier. Un verbe, un werkwoord. Deux, les règles sont parfaitement claires maintenant. Parfaitement gaat informatie geven over clair. Als we de zin vertalen, wordt het de regels zijn helemaal duidelijk nu. In het Nederlands is het hetzelfde. Duidelijk is een adjectief, helemaal is een bijwoord. Dus het geeft gewoon informatie hier over het adjectief. En dan, tu l'as vraiment bien compris. Je hebt het echt goed begrepen. Een bijwoord die informatie geeft over een bijwoord. We onthouden dus l'adverbe est invariable, eindigt altijd op M-E-N-T, et l'adverbe se trouve près d'un verbe, près d'un adjectif ou près d'un adverbe. Woordvorming. L'adverbe est égal à l'adjectif féminin plus M-E-N-T. Dus gewoon, je neemt het woord vrai en je plakt er M-E-N-T aan toe. Si l'adjectif est masculin, dus als het adjectief mannelijk is en eindigt op een klinker, dan heb je ook man. Dat is de gewone regel die we hier toepassen. Je hebt natuurlijk ook verschillen. Als je een werkwoord zou eindigen op ENT, dan moet je violent wordt violemment. Hein? Eindigt een adjectief op ANT, dan wordt het amant. Bijvoorbeeld bruyant. Eindigt op ANT, wordt bruyamment, A-M-M-E-N-T. Dan zijn er ook nog in het Frans telkens uitzonderingen. Die uitzonderingen moet je van buiten kennen. Het gaat nog altijd over het adverbe. Bref wordt brièvement, gentil wordt gentiment, bon wordt bien, long wordt longtemps, énorme wordt énormément. Die voorlaatste long longtemps mag je vergeten. En mauvais wordt mal. Dus dat zijn bepaalde woordjes. Je kan niet zeggen brèvement in het Frans. Dus die woordjes moet je gewoon van buiten kennen. En de rest is de regels met ment plakken. Dan hebben we het l'adjectief of het adjectief, het bijvoeglijk naamwoord. Je weet dat een adjectief telkens informatie gaat geven over een zelfstandig naamwoord. Een woord dat op zichzelf bestaat. Dus l'exemple est clair. Claire geeft informatie over het zelfstandig naamwoord, l'exemple. Ta traduction, elle est parfaite. Terug. Parfait geeft informatie over traduction. Jouw vertaling is perfect. Je ziet het ook, het is ta traduction, vrouwelijk. Dan komt er een eetje bij het adjectief terecht. Bij l'exemple est clair, l'exemple is un exemple, mannelijk, dan is het clair met een R. En dan, mais c'est un vrai problème. Vrai zegt iets over probleem. Terug, probleem is het zelfstandig naamwoord. Vrai is het adjectief. Dus, het grote verschil met l'adverbe is dat een adjectief variabel is. Ze zeggen in het Frans, s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Dat wil gewoon zeggen, als het mannelijk is, dan moet je het adjectief mannelijk aanpassen. Is het vrouwelijk, vrouwelijk aanpassen. Meervoud, enkelvoud ook aanpassen. Voilà, un adjectif se trouve près d'un nom, dus een adjectief bevindt zich dichtbij een zelfstandig naamwoord, ou près d'un pronom,
Dus bij een je, tu, il, enzovoort. Voilà, nous allons passer aux exercices à la page 147. Voilà, et on y va. On va faire chaque fois les trois premiers ensemble pour que vous compreniez bien ce qu'il faut faire. Donc, 1. Agréable. Les Halles Saint-Géry est un endroit, Wörtertier, agréable, of agréablement en été, du soir moet je weten, agréable. Naar wat verwijst het? Vaak gaat het voor of na het stippenlijntje zijn. Als we het vertalen, hè, de Sint-Gorikshalle is een plek, is een aangename plek. Dus agréable zegt iets over een zelfstandig naamwoord. Dan blijft het gewoon agréable en été. Le prochain, de exact. Je veux savoir exact of exactement. Comment on peut y arriver? Terug eventjes nadenken. Je veux savoir exactement. Of exact. Exact zegt iets over savoir. Savoir is een werkwoord. Als je kijkt naar het werkwoord, dan moet je ment eraan plakken. Dan wordt het. Je veux. Je veux savoir exactement comment on peut y arriver. 3. Bruxelles a des quartiers difficiles. Difficile zegt iets over quartier. Quartier is een wijk. Zelfstandig naamwoord. Dan wordt het des quartiers difficiles met een S. Omdat quartier mannelijk en meervoud is. Oké. We gaan naar oefening 3. Dezelfde soort oefeningen. Dus onderstreep telkens het woord waarnaar het woordje vooraan verwijst, hè. Même exercice. Bruxelles est une ville où on peut, puntje, puntje, manger. Brussel is een stad waar men lekker kan eten. Lekker zegt iets over eten, dus je zou zeggen, ah, oké. Dan wordt het, dat is dan een adverbe. Maar kijk eens goed. Bon, bij als het een adverbe wordt, wordt niet bonement, maar wordt bien. Dus kijk altijd goed naar je uitzonderingen, hè. Dus het wordt bien. Hop là, pardon. On peut bien manger. 2. Mes amis ont dû voyager en train pour arriver à leur destination. Voilà, terug. Voyager. Mijn vrienden hebben lang moeten reizen om aan te komen op hun op de plek van aankomst. Dus voyager long, je zou zeggen longuement. We gaan eens kijken, was er een uitzondering bij adverben? Long wordt longtemps. Als je eigenlijk ziet dat er ergens een adverbe is, dan kan je eventjes kijken naar de uitzonderingen. Als er geen uitzonderingen zijn, dan plak je er gewoon man aan toe. De volgende. Les touristes marchent lent dans le centre commercial de Bruxelles. De toeristen stappen traag. Traag zegt iets over stappen, dan wordt het lent. We gaan eens kijken. Staat lent hier tussen? Nee, geen uitzondering. Dan wordt het gewoon lentement, de regel, de algemene regel. Ziezo, voilà. Donc, vous faites simplement l'exercice. 2, 3,